bij mijn mantelzorger, voor mijn moeder, voor mijn moeder en twee. Okay. En ik werk in de wereldwinkel, dus... Zo. Dat moet gebeuren. Dan hebben we bomen die nodig omgehakt moeten worden. Dat is hier een Belgische helft op de waterpas. Maar die ligt er dicht bij de weg, die moet weer verder. Zo. Wil je een koffie of twee? Dan een flaska. Ik was met hem, ik was Dutch, hebben we een kopje school gehad. Oké, okay. Ik heb ons Dutch naar Engels. Iedereen is waarom ze de Turkije hebben genoemd. Ja, ik heb daar heel veel bronnen van gelezen, maar verschillende bronnen. En mijn man kon die nog goed oplepelen en ik heb ze 100 keer gehoord. Mm-hmm. Maar geschiedenis op dat nummer moeten zoeken. Oké. Okay. Naar Portugal. Denk ik niet, dat denk ik niet. Nee. De leeftijd, pagina hoeveel? Etappe 7 is dat. Oh, dat is België, Gerard. Ja, bij Luik. Dat is weer een heel andere kant op, dat is bij Maastricht. Ja. Wat feest.